Maar wij zijn toen inderdaad op het sportpark begonnen. En er waren toen tribunes waar wij het publiek op hadden. En de kleedkamers en zo waren volgens mij allemaal nog van hout. Dus dat was, vroeger was dat, was dat al heel wat voor in die tijd. In 1962 zijn we naar het Maatveld gegaan. En het Maatveld hebben we eigenlijk heel veel jaren een eigen grasbaan gehad. Met eigen accommodatie, alles erop en eraan. En in 1999 hebben we eindelijk voor elkaar gekregen om echt een kunststofbaan te krijgen. En dan ook het complex wat wij hier nu hebben staan. Het complex wat er nu staat is natuurlijk prachtig. Hè? We hebben boven de kantine met het terras met een mooi uitkijken. Zeker met dit weer. Dat is toch gewoon prachtig bij zo'n wedstrijd. Hoe staat een club als Sisu ervoor? Hoeveel leden zijn er? Momenteel zitten we op 380 uit mijn hoofd leden ongeveer. Heel veel jeugdleden. De loopgroepen zijn goed vertegenwoordigd. Het is in het verleden wel iets meer geweest, maar we zijn nu weer hard eraan trekken om weer meer leden te krijgen. Hetzelfde, je ziet met name bij de jeugd dat de atletiek heel populair is. Bij de junioren, begin senioren, zie je heel veel leegstroom. Kijk, we zijn Almelo, we hebben geen hogeschool, dus iedereen die gaat studeren, tenzij ze Enschede willen ze nog wel eens blijven, maar heel veel jeugd trekt weg. Meestal als ze weer terugkomen in Almelo voor werk en zo, dan zie je dat de groep weer terugkomt. Extra leuk. We hebben ook bijna 100 deelnemers dit jaar. Dus eigenlijk een record voor de clubkampioenschappen. En we hebben een braderie hier op het complex. En vanmiddag hebben we dan nog ook weer een hapje en een drankje. En een beetje het officiële gedeelte voor de echte viering van het 75-jarig jubileum. Die oud-leden, trekken die vanmiddag ook nog een keer de spikes aan? Als het goed is, er staat daar een clubje van zo'n 10, 15 man. Die gaan zo meteen de spikes. Ik weet niet of ze op spikes lopen, maar ze gaan in ieder geval gaan ze nog tegen elkaar competitie voeren. 75 jaar, voorlopig is het nog lang niet het einde van Sisu. Nee, zeker niet. Nee, de 100 jaar is in zicht. En we hebben nu de vereniging mooi op de rit. Dus we gaan eigenlijk voor nog 25 jaar en dan krijgen we het 100-jarig jubileum. Hoe lang bent u lid? Nou, is... Ik was toen 25 jaar. Oké. Okay. Ja. Dat is 60 als ik het goed heb. Ja. Mooi, knap. Ja. Maar ik doe het nog wel. Is... Oh ja, u loopt nog? Klein beetje. Maar nu vanmorgen ben ik ook de hele wij rond gaan lopen. Oké. Okay. Ik heb nog met die mensen gepraat. Ja. Gezellig. Mooi. Hartstikke goed. Arnold Leus, een lid van ons die Geesteren woonde, die kwam in de tijd vanuit Geesteren naar het Maatveld lopend. Trainde daar en liep weer terug naar Geesteren naar de training. En op een gegeven moment deed hij mee aan de marathon van Amsterdam. Daar won hij een fiets. En hij was met de trein naar Amsterdam, dus hij stond met de fiets op het station. En de fiets kon niet mee in de trein. Dus geen bezwaar voor Arnold, die stapt op de fiets en die is van Amsterdam terug naar Geesteren gefietst.